Wat speel jij voor instrument? Ik speel trompet. Het orkest is een jaar of 10 geleden denk ik opgericht, het projectorkest. En die zoeken muzikanten bij elkaar. Een vriend van mij die in een ander orkest speelde, die wees mij hierop. En dus eigenlijk vanaf het eerste project dat dit orkest heeft gedaan, ben ik aangesloten. En eigenlijk bijna alle projecten meegedaan tot nu toe. Ik kom uit Gelderop, maar ik ben nog een van de spelers die relatief dichtbij woont. Er zijn ook mensen die uit Tiel komen, soms uit Zeeland. Ze komen soms best wel van ver. Bij orkesten die iets hoger ambitieniveau hebben. En Orkest Zuid is zeker zo'n orkest. Een semi-professionele manier, moet ik zeggen, muziek te maken. Jos is zeer fanatiek als dirigent. Hij is ook veel van. En als je dat leuk vindt, dan kan je ook op een ander niveau muziek maken met mensen. Dat is leuk. Tenminste, ik vind dat leuk. Muziek maken is gewoon heel erg fijn, heel erg leuk. Geeft mij veel voldoening, geeft mij ook veel rust. Ik heb een drukke baan, dus voor mij is dit echt ontspannen. En juist met zoveel gemotiveerde mensen met z'n allen iets bereiken wat je eigenlijk zonder die motivatie niet kan bereiken, is voor mij geeft dat een heel erg positief prikkel. En dan zijn jullie bezig met repeteren voor een uitvoering. Ja. Kun je iets over die uitvoering vertellen? We spelen einde juni twee keer. Eén keer in Den Haag en één keer hier in Eindhoven. Het muziekcentrum in Eindhoven. De schilderij tentoonstelling, heel bekend stuk. Het allereerste project was dit ook. Dus eigenlijk een herhaling van toen, 10 jaar later, en proberen dat nu echt op een nog hoger ambitieniveau te doen. En we spelen over 10/18/12 en daarvoor zijn een heel aantal extra muzikanten gevraagd om mee te doen, zodat we bij de finale zijn. Dat is een overweldigend stuk. Wat is nou het leukste project wat je in die 10 jaren hebt meegemaakt? Dat was voor mij was dat Circus Maximus. Circus Maximus is ook een klassiek stuk. Waarbij er een orkesterpodium zat. Er stonden, ik denk, 6 trompetisten op een balustrade. Er was een apart orkestje achter in de zaal. En die speelden allemaal stukjes door elkaar heen. En het is heel bijzonder om dat met z'n allen in te studeren. Stukken.